van mond houden, denk ik. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi Flotties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René en Dizzy Silver zit achterin. En we gaan vandaag iets super spannends doen, vind ik. Wat vind jij? Ik vind het wel heel leuk. We gaan voor het eerst naar de kapper met Jesse Silver. Want tijdens de vakantie leek zijn haar wel gewoon met een paar centimeter gegroeid ineens. En dan wordt het een beetje te lang dat je er niet echt iets goeds mee kan, zeg maar. Voordat het soort van als een Einstein aan het uitpuilen is. Dus ik vind het super spannend. Ik wil eigenlijk zijn knuffeltjes of zijn krulletjes niet kwijt. Dus zou dat zomaar ineens kunnen dan? Nou, ik denk het niet, maar ik bedoel meer van ik wil ze niet wegknippen, snap je? Ja, zo. Dus ik denk dat we dit gaan laten opscheren zo. En dat we dan de bovenkant wat ietsje korter laten maken. En dan zo een soort van naar achter laten lopen, denk ik. Maar we gaan naar Sergio's kapper. Wat zijn zij, Turks, Marokkaans? Ik denk Turks. In ieder geval, die hebben natuurlijk ook altijd een bepaalde manier van knippen, heb ik het idee. En volgens mij zijn zij vooral heel erg self-taught. Ja. En hier is vooral alles met opleiding. Dus, ja. En gespecialiseerd in mannen. Ja, ze doen vooral mannen, maar ze doen ook veel kindjes. Ik zie daar wel veel kindertjes ook in zo'n verhoogd stoeletje en zo. Ja, dat is stoeletje. Ik ben ook benieuwd hoe Jesse het gaat doen. Ja, of dat hij stil gaat blijven zitten. Ja, of hij is zo onder de indruk dat hij inderdaad ik vind wat gebeurt er, waarom zit er een tondeuze bij mijn hoofd? Ja. Maar dat duurt dan ook weer niet lang. Dus. Nee. Of hij gaat, hij is gewoon gelijk heel wild. Ja. Nee, dus het kan regenen of het kan zon schijnen. Ja, dus, het kan. Ja. Misschien moet je ook weer een liedje verzinnen. Naar de kapper, naar de kapper, naar de kapper. Hallo. Spannend, hè? Oh ja, dat is ook nog een goeie. Zitten. Maar nee, dat proberen. Denk ik niet. Ben je? Zal ik gaan zitten? Ja. Dat was spannend. En mijn duo kan. Hallo. Haar mooi maken? Ja, hè? Mooi maken haar. Wat gaan we doen? Ik wil sowieso een lokje van zijn haar hebben. Want het is de eerste keer dat we gaan knippen. En ik had gewacht. Even kijken hoor. Ik wil in ieder geval de zijkanten opgeschoren hebben. En dan dacht ik eigenlijk een beetje zoiets. Omdat hij ook een beetje krulletjes heeft. En ook hier onderin. Dus ik dacht, de zijkant een beetje opgeschoren. En dan misschien een beetje zo'n hanenkammetje zo. Boven laten of opknippen? Nou, misschien ietsje korter. Maar. Nog niet. Ik denk, hanenkam lukt niet. Nee? Oh. Ik kan het nog. En er geen haren. Oh, lijkt zoveel. Lijkt veel. Wat denk jij dan? Ik wil zoveel mogelijk een beetje zijn krulletjes die hij heeft een beetje houden, zeg maar. Maar de zijkant is wel echt te lang nu. Gaan we het jammer vallen? Dat ze het weghalen? Ja. Nou, hij laat het rustig toe, hè? Nog wel. Van mijn mond houden, denk ik. Echt, deze mij papa. Waar zal ik dit laten? Okay, misschien even op de tafel. Ik heb een bekertje. Ja, een bekertje. Okay.
Ik heb helemaal kriebels in mijn buik. Ik heb het zo'n keer dicht gedaan. Wil je nog meer? Wil je een hele pruik maken? Ik wil ze uitzoeken. Je bent gelijk zo vet, hè? Kijk dan. Ik ga het bij mij klaar. Waar ben je, man? Oh. Doe niet zo knap, jij. En wij gaan vandaag samen even een marinade maken. Ja, hè? Dan gaan we het samen doen, hè? Ja, en papa die geeft over de telefoon ons instructies. Dus ik heb alles klaargelegd. Hij pakte het net al op en alles ging ernaast. Maar we gaan het gewoon gezellig samen proberen. Even wachten, schatje. Ik ga even de camera goed zetten. Zo. Kijk, wat we dan gaan doen, is gaan we eerst die lepel gaan we daarin. Gaan we proberen? Of paprika, mag ook. Pak maar. Ja? Oh. Alles is ernaast gevallen. Oh nee. Nog een beetje te klein, hè, waar je op staat eigenlijk. Zo, en dan doen we die. Woep. Zo. Woep. Oké, de volgende. Huh? Ja. Oh, je gooit het te snel om. Oh nee. Nou, de volgende dan. Goed vasthouden, hè. Vasthouden, vasthouden, vasthouden. Ja, goed zo. Oh, ja. Gaan we het nog een keer proberen dan? Zo. Ja. Doe maar erin. Goed zo. Nee. Ja. Nou, ik vond dat ging nou gewoon niet perfect. Kan niet anders zeggen. Hè? Echt een top 10. Ik vind jou echt grandioos. Ja. Gaan we even kijken wat hij zegt. Maak even een foto van papa. Ben je aan het helpen? Goed zo. Ja, doe maar erin. Goed zo. Dat gaan we zo doen. We gaan zo gaan we. Dan doen we nog 2 eetlepels van die sojasaus. Oostersaus. En kijk. Oh, ik denk dat druipt eruit, maar dat is dus niet. Nog een beetje paprika poeder, want dat is niet zoveel. Ja. Goed. Doe jij maar. Ja, helemaal toppie. Goed zo. Helemaal toppie. Nee, nee, nog niet terug. Hup zo. Zo, hoe vond je het? Vond je het leuk? Nee. Ja? Een hele goede avond. Een hele goede avond. Wij liggen lekker in bed. Ja. Want
Het volgende is gebeurd. We hadden budget alles in één van KPN. En toen zijn we overgestapt naar T-Mobile. Het kregen we alles binnen. Toen heb ik alles aangesloten. En toen bleek dat we alleen zenders 1, 2 en 3 hadden. Toen heb ik gebeld naar T-Mobile. En toen hebben ze mij gezegd de stroom eraf moest halen en de stroom weer op te doen. En de kabel eruit en de kabel erin en weer eruit en uit te zetten. En toen weer aan te zetten en even te wachten. En toen weer de kabel erin. En je snapt het al. Het werkte uiteindelijk niet. En ik zou een mailtje terugkrijgen of een bericht terugkrijgen dat met het verhaal of dat het kastje werd teruggenomen en of ja, zeg maar gewisseld. Of dat ze nog iets niet hadden geactiveerd of zo. Nou, dag erop. Ik heb gebeld. Ik zei, luister, ik heb nog steeds niks gehoord. Ik wil graag gewoon tv kijken. Toen zei ze dat ze dus... Was dat jouw buik? Ja. Toen zei ze dus dat we 14 dagen konden wachten. Dat het 14 dagen zou kunnen duren. Sorry, ik ben een beetje moe. Ze hadden 14 dagen de tijd om te antwoorden. Om te reageren, in ieder geval de technische dienst. Ik zei, nou, dat is heel mooi. Ik zei, dan zit ik hier dus 14 dagen zonder tv. Ja, vind ik heel sorry. En ik zou wel een korting kunnen aanbieden. Ik zei, nou, ik vind het zo'n valse start. Ik wil eigenlijk gewoon alles opzeggen. Ik had dus die T-Mobile besteld. En toen bleek dus ook dat zij niet de mogelijkheid hebben gegeven. Dat ze dus niet de mogelijkheid hebben om met dat kastje op Netflix of YouTube te gaan. En aangezien wij ja, vaker Netflix of YouTube kijken dan eigenlijk gewone tv. Of ja, Comedy Central of zo, maar heel veel, zo heel veel tv kijken we niet. Was dat eigenlijk wel een beetje shitty. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb T-Mobile dus gebeld vandaag en gezegd van nou, ik wil eigenlijk gewoon alles opzeggen. Kan dat nog? Ja, dat kan. En binnen 10 minuten ging het beeld op zwart. En het internet ging uit. En ineens konden ze... Kon wel alles heel snel. Ja, konden ze dus heel snel wel alles in één keer uitschakelen. Dankjewel, T-Mobile. Nou ja, nee, ik snap het niet. Ik snap het wel. We hebben ook niet betaald, dus... maar het feit dat ja, ineens wel heel snel kon, was wel bijzonder. Dus ik heb alle kastjes van Budget in 1 opgestuurd. Ik heb alle kastjes van T-Mobile opgestuurd. En nu zitten wij dus gewoon lekker op bed. Met een zelfgemaakt fruitijsje. Naar het menu te kijken van LG. Voor het idee. Voor het idee. Dan gaan we een balletje heen en weer. En, oh, sorry, dat klinkt heel erg 18 plus. Dan gaan we een balletje heen en weer op tv. En we eten ijs. Ja. En we vermaken ons op zich wel prima. We doen een beetje Pinterest. En we zijn natuurlijk heel druk met huisbeek. Superleuk. En we hebben het tijdelijke koopovereenkomst getekend. Ja. Noem je dat zo, tijdelijk? Voorlopig koopcontract. Voorlopig koopcontract hebben we getekend. En ik heb vandaag 2 examens gemaakt, rekenen en Nederlands, dat ging heel goed. En heb je al verteld over je... Nee. Dat heb ik nog niet verteld. Auw! Bijt weer van mijn lip. Ik zie je er stralend uit, schat. Dankjewel. You glow helemaal. Heb je al verteld dat we nieuwe kussens hebben? Nee, ook niet. En kijk dan. Kijk, ik zit dus nu. Ja, maar dan moet ik jouw billen filmen. Nou, ik heb nog een boekje. Ja. Dat, ik zie nu gewoon. Ik zak helemaal weg. Of ik ben zo zwaar. Maar als ik hier dus op zit, dan zak ik dus helemaal in die topper. Ja, maar je zit... Dat is gewoon niet goed. Ja, weet ik niet. Je zit er rechtop. Dus dat is het zwaarste punt nu. Dat snap ik. Maar als het niet zo... zacht zou zijn, dan zou hij dat minder doen. Dat is de juiste constatering. Kijk. Ja. Nu zakt hij ook. Op het punt waar ik niet wil dat hij zakt. Ja.
Ja, ik heb al jaren problemen met slapen. Omdat, zoals jullie wel weten, ik niet helemaal goed ben afgewerkt. Dus ik heb... Ze hebben bij jou gewoon meer gewerkt aan je schoonheid. Mijn persoonlijkheid. En je persoonlijkheid. De rest hebben ze gewoon eventjes gelaten. Ja, dus mijn rug en mijn heup en zo. Dus ik heb gewoon enorm veel problemen met slapen. Maar ja, ik vind het dan ook weer heel moeilijk van wat moet ik dan wel nemen? Want ja, ik weet het ook allemaal niet. Dus ik denk dat ik in ieder geval een bed nodig heb die steviger is en mij ondersteunt juist. In plaats van dat ik wegzak. Morgen ga ik een Emma-matras bestellen voor jou. Maar kunnen we die gewoon hier opleggen dan? Op de bokspring? Mm-hmm. Ja. Ja, dat kan. Oké. Ja, vertel jij allemaal eens leuk. Wat leuks. Nee, jij wil toch nog iets vertellen? Ja, ik wil ook nog iets vertellen, maar ik wilde ook ijs eten. Ik heb eindelijk... Nee, dat moet ik even anders inleiden. Ik ben dus naar de vierde KNO-arts geweest deze week. De heer Franke in het Reinier de Graaf ziekenhuis in... Diakonesse. Nee, het is Reinier de Graaf. Dat is maar Diakonesse ziekenhuis. Ja, maar het is het Diakonesse huis. Maar het is het Reinier de Graaf. Oh, het valt onder Reinier de Graaf. Ja. Oké. Okay. Sorry voor de interruptie. Nee, maakt niet uit, want ik vond het zelf ook verwarrend. Wat is dit weer een rommelig vlog. Maar dit is gewoon onze handtekening. Fuck it. Dit is gewoon hoe wij vloggen. Geen problemen mee? Niet kijken. Maar wel kijken. Duimpje omhoog. Even abonneren. Hier zo. En eventjes alle playlisten afgaan. Oké, dat stukje reclame. Ik ging naar KNO-arts Franke in het Reinier de Graaf. Met de hoop om wat meer duidelijkheid te krijgen over het al dan wel of niet opereren. Omdat diegene, die andere KNO-arts die dus ontdekt heeft dat er een groef in zit, de sulcus. Die had gezegd, ik wil wel opereren. En toen heb ik alles gedaan wat hij vroeg. En toen had hij toch weer zoiets van, ik wil je toch niet opereren. Want ik neem jou in bescherming tegen jezelf. En bla bla, lang verhaal. Op zich heel fijn dat hij natuurlijk meedenkt. En niet zomaar denkt van, ik ga in jou snijden. Maar ik heb gewoon zelf het gevoel van, dit gaat met logopedie niet over. En ik heb gewoon een operatie nodig. Dus ik ben er niet bij Franke. En die kijkt zo in mijn keel. En die zegt, ja, ik begrijp wel dat vorige KNO-arts gereserveerd is geweest in het opereren. Want het is gewoon een kutaandoening. En het is een lastige operatie. De operatie zelf is niet lastig, maar gewoon de uitkomst. Omdat je gaat snijden en daarmee creëer je natuurlijk littekenweefsel. En je haalt ook littekenweefsel weg, want dat is het doel van de operatie. Dus het is littekenweefsel vervangen voor littekenweefsel. En dan hopen dat het natuurlijk gewoon supergoed geneest. En dat de uitkomst is dat je weer je stem normaal kunt gebruiken. Dus dat gedeelte, dat snapte hij op zich wel. En toen zei hij ineens of. Dus ik zeg of. Ik zeg, is er een of? Zo weet ik niet dat er een of is. Ik zweer het je, ik zat tegen het plafond omhoog. Hij zegt of. Dus ik luister aandachtig. Hij zegt, of we spuiten een soort van gelei in je stemband als een soort van opvulling eigenlijk. Ik zeg, dat klinkt geniaal. Dus hij zegt, denk er maar rustig over na. Ik zeg, daar hoef ik helemaal niet over na te denken, meneer Franke. Laten we dat maar gewoon doen. En toen zei hij van, ik kan ook een kijkoperatie plannen en dan word je wakker en dan kunnen we overleggen en dit en dat. Ik zei, kunnen we ook gewoon een kijkoperatie plannen en dan als u ziet dat het kan, dat het dan gewoon meteen doet. Ja, dat kan ook. Ik zei, oké, dan gaan we dat doen. Ik zei, dat is goed. Dan gaan we naar het kamertje hiernaast en dan plannen we een afspraak in. Nou, ik kan je vertellen, ik heb zitten huilen als een klein kind. Echt. Ik ging al met spanning hier daar naartoe.
Omdat ik zoiets had van, ja, wat gaat hij vertellen? Word ik teleurgesteld? Krijg ik iets fijns te horen? Krijg ik niks nieuws te horen? Ik wist het allemaal niet. En hij zei gewoon dat ik geopereerd kan worden. En in oktober, november al. En dat het gewoon vaker wordt uitgevoerd. En dat er bekende Nederlanders, zangers en zangeressen zijn die het hebben. En het kan herhaald worden. Dus als het nog niet na één keer zeg maar, helemaal tof is, kunnen ze het nog een keer doen. En dan waarschijnlijk vult het lichaam het zelf op. Maar het kan ook gewoon voor een paar jaar blijven zitten. En dan, nou ja, het is gewoon iets wat te herhalen valt. Wat niet super heftige ingreep is. Ik ga wel onder narcose, maar dat is vanwege de kijkoperatie. Maar ik vind het nog steeds heel erg frappant dat er gewoon andere KNO'ers zijn. Want inderdaad, dit is al inmiddels de vierde, vijfde. Van der Loo, Van den Broek, Van Deurzen, Franke. Dus oh, de vierde. Het vierde. Dat die gewoon ten eerste de eerste twee het niks konden zien. En bij eentje ben je zelfs drie keer terug geweest. En dacht je dat je voor de derde keer voor de kijkoperatie zou gaan. Want dat had ze gezegd. En vervolgens wilden ze het toch niet. Want dan zou ze niet meer gaan zien dan dat ze nu zag. Dus, ik heb ze ook nog geen één keer gehoord over het feit dat jouw stembanden niet zouden sluiten. Ja, dat dan sta ik er ook nog een beetje op. Dat jouw stembanden niet zouden, goed zouden sluiten. En dat is toch iets wat je bij normale... Nou, Van Deurzen die heeft het gezegd wel. Ja, Van Deurzen wel. Maar die had speciaal apparatuur. Ja. En die andere twee niet. En hij ook niet, volgens mij, Franke. Nee, die heeft niet die speciale camera, maar die zag het wel heel maar goed. Maar hij zag het wel. Dus ik vind het zo apart dat die andere twee dat dan dus niet gezien hebben. Nee hoor, functioneert allemaal prima. Ja. Ja, weet je wat het is? Ik had het er vandaag op mijn werk ook over met mijn collega's. Het is net zoals met audiciëns. Het is ook maar net... Wat voor arts heb jij voor je? En wat zijn zijn eigen interesses? Hè, je hebt mensen die... Dit is wat ik geleerd heb. En daar hou ik me aan vast. En dat is wat ik doe. Ja. En je hebt artsen... Die vanuit zichzelf gewoon leergierig zijn. En denken van... Ik ga zelf op onderzoek uit. En hier liggen mijn interesses. En wat kan er nog meer naast het standaard? En die moet je dan maar net vinden. Ja, dat zei je moeder ook. Een beetje out of the box denken. Ja. Ja, maar ook gewoon artsen die gewoon eens mee willen denken met een patiënt. Hè? En ook al kunnen ze zelf niks doen, dat ze dan zeggen, goh, ga dan eens naar die en die. Of ga dan eens naar deze afdeling. In plaats van, ja, ik kan niks voor je doen. En dus het houdt hier op. Dat mis ik ook heel erg, hè? Ja. Dus ja. Ja, je hebt al van alles gedacht. Nee, in eerste instantie natuurlijk wel dat er... Nou ja, eerst dacht je nog een schimmelinfectie. Ik heb gedacht schimmel, polyp, een tumor, kanker, dacht ik ook. Iets in vanuit je longen. Slokdarm. Wat voor specialisten waren we niet gezien hebben in de afgelopen 3-4 jaar. Jezus. En nu... Van zweverig tot... Ja, nou zo. Oh ja, die bioresonantietherapeut. Met zijn slinger. Ja, nee. Jesse Walker. Ja, Jesse Walker en de onderbil. Zo hard lach jij. Ja, maar... Nou ja, en acupunctuur. Maar dat heeft dan wel weer een goede uitkomst gehad. Maar alleen niet op je stem. Nee. Maar wel op je allergieën en zo. Ja. Ja, zodra het allemaal weer rustig is en een beetje financieel weer kan, wil ik daar wel weer een keertje naar terug. Even een APK'tje. Ja, precies. Even de boel, de stroomlijnen weer eventjes... Aanprikken. Aanprikken, ja. Ja, dus ik ben echt helemaal... Dit is gewoon helemaal mijn jaar. Ik heb gewoon mijn besnijdenis. Ik heb het gezegd begin van het jaar, ik wil 2 operaties dit jaar. Nou, wil... Het gaat gewoon nog gebeuren ook. Mijn besnijdenis, mijn stem, ons huis. Ja. Mijn liefde voor jou wordt alleen maar groter. Liefde voor die kleine man die daar ligt alleen maar groter. We dachten even dat dit jaar gewoon helemaal in de soep zou lopen. Dat is het deels natuurlijk ook wel gegaan. Maar...
Ja. Nee, ik ben echt helemaal... Nou ja, nu is het gewoon afwachten natuurlijk inderdaad in hoeverre. Ja, ik zie mezelf al helemaal hier in de Ahoy staan en Carré en... Alweer? Dat is toch iets dat je gedaan? Nee, dat ik me alweer daar zie staan. Oh. En ik kan er best gaan staan, maar dan zit er geen hond. Nee, maar goed, ik wil gewoon heel graag weer zingen. En al is het alleen maar voor mij gewoon in de studio een beetje of voor jullie wat covers op te nemen. En of het dan helemaal hier van Hetje gaat worden, dat weet ik niet. Maar alleen het idee al dat ik gewoon weer pijnloos kan gaan praten. En dat ik niet meer dat slijmconstant heb en het gevoel heb dat ik kattengrind heb gegeten. En dan ook nog eens misschien kan gaan zingen. Ja, ik ben gewoon helemaal... Ik hoop heel erg dat het je gaat brengen wat je doet. Ik ben een beetje gereserveerd. Omdat ik ook bang ben dat je gewoon weer teleurgesteld gaat worden. Ja. Want er is je al zo vaak dingen beloofd. Soort van. En vervolgens komen ze er toch gewoon op terug. Zo van, toch maar niet. Weet je, dat je echt niet mogelijk. Klopt. Maar goed. We gaan even verder genieten van onze stille avond zonder tv. Ik denk dat we lekker gaan slapen, aangezien ik morgen vroeg op moet. Spannende dag morgen. Ja, dus... Nou, ik denk dat we hem gewoon eens een keer lekker hier ook afsluiten. Want ik zie dat we al ruim 17 minuten hebben volgeluld. Oh, ja. En een beetje knippen en plakken, maar ik denk dat we vast wel 12 minuten over kunnen houden. En dat is wel weer lang genoeg geweest voor jullie ook. Ja, we hebben al een paar lange vlogs, lange vlogs achter de rug. Zo, ja. Dus, nou, dan zeggen we gewoon, vond je dit even een toffe vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op een belletje te drukken. En zet ook natuurlijk even wat onder in de opmerkingen. Want dat kunnen we gezellig met elkaar kletsen. Dat zeg je allemaal. Dan kunnen we gezellig met elkaar kletsen. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao. Ciao.